Hallo mensen van The Source Gaming. Vandaag weer Civilization 6. We gaan eens weer starten waar we gebleven zijn. En ik hoor het alweer, deze doet het nog steeds niet. Nou moet ik nog steeds even kijken hoe ik dat moet repareren. Ik weet het niet. Wait a minute. We gaan weer verder waar we gestart zijn. From humble beginnings, you have shown remarkable growth. Leave your bronze for iron and rule with horse and sword. The sky above begins to reveal its secrets, a collection of heaven that uplifts our hearts and guides us to foreign shores. Cast your net wide, O Trajan, Emperor of mighty Rome. Your legions stand at the ready to march out and establish the largest empire the world has ever seen. If you can truly get all roads to lead to Rome, yours will be an empire of great riches and luxuries. Surely then our citizens will proclaim you as their best ruler, the Optimus Princeps. Ja, dan gaan we weer gewoon even 15 minuten volklappen. Ja, dat is de volgende keer, hè? Vorige keer eigenlijk. Gewoon 15 minuten volklappen. Offscreen ben ik trouwens nu bezig voor de... Minecraft minigames te doen. Dan komt er eigenlijk, als ik iets bouw. You tread on dangerous waters in the face of England and her loyal colonies. Ahmed, hou je kop dicht. Maar dan komt er eigenlijk alleen als ik nog wat bouw, komt er Buildercraft online als dat klaar is. Althans, als ik de ESA, als die server staat, waar ik nu mee bezig ben. Dus, ja, binnenkort kunnen jullie minigames gaan verwachten zoals... Zoals Cops en Robbers kunnen jullie gaan verwachten. Een oude klassieker eigenlijk, maar het is wel heel leuk. I'm also interested in creating mysticism is the... Nou, daar ben ik dus offscreen mee bezig. Offscreen ben ik dus gewoon bezig met de minigames te kunnen doen. Als die server staat, komen er eigenlijk alleen maar nog Buildercraft als ik iets aan het bouwen ben in die server. Of iets aan het uitbreiden. Waar moet ik heen? Oké, dat was net een Great Engineer. Ik heb natuurlijk niks gekregen. Die heb ik weer. Godsamme.
altijd de engine ten wals opbouwen. Zodra je ze kan opbouwen, bouw ze op. It is not that life ashore is distinct. Want geloof me, er komt nog wel eens van pas. Jezus, ik klep al 5 minuten vol. Oeps. Ja, dit gaat nog wel even een tijdje door. Nou, als ik moet wachten, verveel ik me meestal van mijn tijd. Camp encampment, altijd handig. Thousands have lived without love. Vervelende. Oké, we moeten helemaal daar. Ik weet niet hoeveel afleveringen het gaat vooraf van deze serie. Maar ik vind nog steeds een leuke serie op te doen, dus deze blijf ik doorgaan. Ik kwam langzamerhand nog meerdere series aan. Aankomend weekend ben ik het hele weekend in Dutch, bij de Dutch YouTube Gathering. Mocht je hem willen meten, daar ben ik aankomend jaar. Fuck. Die, voor de duidelijkheid, die heeft nu alweer oorlog met Korea. Die is niet zo slim. Sorry. Als jullie vragen hebben, stel ze gerust in de comments, want ik beantwoord ze dan in de volgende video. Dan heb ik ergens om over te praten. In plaats van dat ik zelf slap ga lullen. Eigenlijk, dat doe ik nu al, dus... Nou, zodra jullie vragen hebben, wees niet bang om ze te vragen. Maar ik film toch wel. Althans, ik verveel me niet echt tijdens zo'n video, maar ik heb gewoon ergens om over te praten. Wat de fuck word je nou weer? Ja, even voor de duidelijkheid. Zij weet niet wat ze allemaal doet. Eén keer vindt ze me aardig, andere keer vindt ze me de tut. Ja, maar ik weet ook niet waarom. If it's natural to kill, how come? Ik vind hem maar raar. Deze dan. Deze vind ik maar raar. Ja, ik ga sowieso geen. Die victories ga ik sowieso niet winnen. Ik
Iedereen is hier nog in game, dus hè. Set your course by the stars. Paraka, altijd handig. Nou, dus je nog geen like hebt gedaan. Daan, en je vindt het een leuke serie, doe dan even een like, want dat helpt mij alleen maar, mijn motivatie helpt dat alleen maar, hoe ik gewoon door blijf gaan met deze serie. En abonneer voor meer, dat is eigenlijk sowieso zo. Maar voornamelijk, ik vind die like voornamelijk leuk. It was luxuries like air conditioning that brought down the Roman Empire. With air conditioning, their windows were shut. They couldn't hear the barbarians coming. Okay, deze is wel leuk. De meeste ervan heb ik allemaal al gehoord, dus zijn niet meer leuk. Namaskar. Ah, Gandhi. Die is altijd wel aardig. Mere log mujhe babu kehte hain, par kripya mujhe mitra kahe. Dus tegen Gandhi altijd aardig blijft, kom je heel ver in dit spelletje eigenlijk. Heb ik nou open borders en dit ook? Allebei open borders, alsjeblieft. Ik hoef er geen geld voor. Mijn computer is uit. Alle ventilatoren die draaien op dit moment volop. Ik mag jou niet. Dat is eigenlijk mijn keuze. Een tip. Zij moet je niet vertrouwen daarin. Met hoe heet het. In het algemeen zijn met jullie vertrouwen om één specifieke reden. Als je open borders gaat accepteren van haar, zij houdt er soms wel eens van om je een mes in je rug te steken. Eigenlijk, ze doet eerst vriendelijk en daarna gaat je ze in één aanvallen. Kijk, met die. Vriendjes, wat er dan nog. Ook al vertrouw ik er niet, al mijn vriendjes met haar zijn is altijd leuk. Toch niet mooi, boeit me niet. Ik weet wat allianties zijn. Sometimes the wheel turns slowly, but it turns.
Nou, we gaan even tot 100. Tot de 100. Dovreste prestare attenzione a ciò che va accade d'intorno. Credetemi, vi sono fin troppi giochini che stanno avendo luogo. Ik mag haar niet. Deze mag ik echt niet. Ah. Die is nooit aardig tegen me, dus. Maar we gaan bij beurt 100. Ga ik. Ja. Dan moeten jullie wachten tot de volgende aflevering. Om hem even een beetje te pesten. Het orakel. Even bovenop de kopen planten. Dab, dab, dab. Doordat jij kan je ook altijd vertrouwen. Watermeel. Kom. Dan lijst het hierbij voor deze aflevering. Dan vergeet niet te liken. Vergeet ook niet te abonneren als je het een leuke video vond. En later.